Oeh, de musical. Ja, dat is bij mij vooral begonnen met het album. Mijn moeder had een album, zo'n LP van vroeger. En op een gegeven moment kreeg ik zo'n doos mee van mijn oma. Met alle oude LP's van vroeger. En daar zaten dus ook de LP's van mijn moeder bij. En op een gegeven moment haal ik een LP boven. En er stond een man en een vrouw op. En die hadden zo alles ja, je weet wat kinderen doen, hè? Tekenen op gezichten, piercing, snorretje. En ik vraag aan mijn moeder, wat is dit? Ze zegt, ja, dat heb ik gedaan als kind. Ze zegt, oh, oké, ja, dat was mijn favoriete ding. Dus, ja, en toen is het van mij vertrokken. Ik met een LP, dat hele album helemaal grijs gedraaid. En dat is voor mij eigenlijk gewoon echt een herinnering aan mijn jeugd. Gewoon. Ja, wij moeten nog een nieuw script krijgen. Dus echt wat de verschillen zijn met het huidige script en wat er in het verleden al gespeeld is. Dat beeld heb ik nog niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze er altijd een soort lokaal tintje aan gaan geven. Dat doen ze altijd wel een beetje. Dus, wat ik Tinne ook al hoorde zeggen is dat ze een beetje een moderne touch wil geven aan haar karakter. Hoe ik dat ga invullen met Danny, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dat is ook iets wat ik misschien nog wil bespreken gewoon met regisseur. En zo van, ja, welke kanten kunnen we op? Dus dat is nog een mysterie. Maar je staat open voor veel ideeën. Ik sta open voor veel ideeën. Ik denk dat het hoofdzakelijk in grote lijnen, ja, dat je wel eer moet aandoen naar het originele verhaal. En dat is ook gewoon wel, het is gewoon episch. Het is gewoon, het heeft een bepaalde karakter, daar mag je niet verliezen, vind ik. En ik, ja, dat zit toch wel in het originele tintje, ja. Ik kende Thomas toch al zeker. Thomas Like Me producent van Like Me. Dus dat is mijn producent geweest. En Tinne, die ken ik. Ik heb in Nederland nog in een serie gespeeld. Dat heette Spotlight. Dat was op Nickelodeon. En dan kwamen de Ghost Rockers te gast. In een van de afleveringen. Maar Tinne was daar zelf niet bij. Dus ik had een hele leuke klik met de Ghost Rockers. En toen heb ik dat jaar nog nieuwjaar gevierd. Met de Ghost Rockers in Antwerpen. En toen was Tinne er wel. En dat is echt al jaren geleden. En zo heb ik Tinne ontmoet. Dus ik kende Tinne wel al. En het is zo leuk dat je paden zo nog eens kruisen. Dus vind ik heel tof dat ik nu met haar, uitgekeken met haar dan ook, een productie mag spelen. Ja. Iedereen moet naar Grease komen kijken. Omdat het is een feest voor zowel jong als oud. Heel veel dansen, heel veel zingen, heel veel energie. Het is echt feel good. Het is echt een feest van herkenning. Je gaat echt met een lekker gevoel naar buiten lopen. Daar ben ik 100% van overtuigd.